Hey mensen, je kijkt naar Spooky611 en welkom bij een nieuwe PES pack opening. Ja, we gaan gewoon nog even verder, want deze pack, die heeft... Legends. 5 Legends! Je kan 5 Legends plus een nieuwe Legend, Baba Ghida. Misschien ken je Baba Ghida wel, die komt van Ajax. Tenminste, ik ken hem van Ajax. En was bij PES vroeger een van de snelste spelers die je kon hebben in Master League. 99 pace heeft hij hier ook. Hij is 84 overal, dus dan moet er zo'n animatie komen uit de zwarte bal. We kunnen de gouden spelers wat gaan stacken, dus je krijgt steeds meer zwarte balkansen. Maar we krijgen meteen een zwarte balkans. Animatie, please. Ja, meteen een animatie. Kijk, dat is goed. Oeh. Volgens mij is dit een speler die ik op zich wel wil hebben. Dit is... Cuadrado. Ja, dat zijn coole spelers. Happakee. De eerste is al binnen en het is pack nummer 2. Cuadrado is echt een epic speler. We gaan ervoor. Maar zoals je ziet, er is nog veel kans voor een gouden bal. Dus we krijgen de Skiglio en zo. Maar op zich zijn er niet superveel spelers in deze packs. Want je hebt de Skiglio dus. Je hebt AC Milan spelers, Juventus spelers, Bayern München spelers en Real Madrid spelers. En that's it. Dan ben je er helemaal doorheen. Maar we krijgen weer een zwarte bal animatie, please. Ja, weer animatie. Come on. Boven de 83 overal of hoger. En wie is het? Het is Bakka, 84 overal, Bakka van AC Milan. Ja, het is of van Juventus, of van Bayern München, of van Real Madrid, of van AC Milan. Zoals ik dus al zei. Zwarte bal, please. Nee, die gaat er allemaal net tussendoor. Maar ja, die manier van Barcelona, leuk. Leuk jong talent. Leuk om even te hebben, want daardoor komen er steeds meer zwarte ballen. En zoals je ziet, er komen ook steeds meer zwarte ballen hier. En weer een gouden bal. Dan denk je, je hebt al steeds meer geluk. Maar nee, het is weer tijd voor een gouden bal. Het is Lamina van Juventus. Oké, mooi. Het zou toch leuk zijn als we een legend wisten te pakken, hè? Het zou leuk zijn als we zomaar hier een legend uit wisten te pakken. Daar gaat hij naar een zwarte bal. Animatie, please! Kunnen we een animatie fixen? Nee, het is onder de 83 overal. Het is Dybala. Oeh, Dybala. Geupgrade naar een zwarte bal. 81 overal. Was eerst 79 overal. Maar ja, Dybala is natuurlijk echt een hele goede speler. Weer een gouden bal. Are you kidding me? Och, het is Sebastian Röde. Dat zie ik in alles. Ja, Bayern München, hè. Ik volg Bayern München dan een beetje door Arjen Robben. Sebastian Röde. Nou ja, steeds meer zwarte ballen. Dus we krijgen er ook weer een. Animatie, please. Nee, weer onder de 83 overal. Ja, dat ga je dus krijgen. Je krijgt waarschijnlijk eerst echt die 80 overalletjes en zo. Dus dan heb je eigenlijk helemaal niks aan een zwarte bal. Want dat is hetzelfde als 79 overal krijgen voor mij in een gouden bal. En het is weer een gouden bal. Nou, kun je nagaan. Wie is dit? Oh, nee, deze wil ik hebben. Ook al is de gouden bal, is die 79 overal. Abate is zo speedy, hè. Je zag het daar ook al een beetje aan de speed. Speedy rechtsback. Vond ik leuk om te hebben. En we hebben hem nu. En dit is weer gouden bal, dus skip hem maar. Ja, skip die shit. Oh, maar nu weer zwart. Kijk, we krijgen steeds meer zwarte ballen. Zoals je ziet, dat gaat best snel. Oftewel, op een gegeven moment kunnen we straks alleen nog maar zwarte ballen krijgen. Maar het is Rafinha. 80 overal, tuurlijk. Die is geüpgraded van 79 naar 80 overal. Omdat hij een goed seizoen speelt. Ongelooflijk. Weer zwarte bal. Nou, kom op nou. Animatie, please, weer eens. Nee, joh. Het geluk is niet te vinden. Dit is die Pepe. Of Jesse, sorry. Jesse. Van Real Madrid. En een gouden bal. Denk je meer kans te maken, maar nee. Montolivo van AC Milan. Prima. Kom op, jongens. We moeten nu echt ervoor gaan. We moeten er nu echt voor gaan. We can do this. Gouden bal. Het is Rafinha van Barcelona. Zo, de zwarte ballen. Zie die hele rij daar staan. Ik denk, dan kan ik nu drukken, want dan gaat hij nu... Nee, hij gaat precies dan daarna. Maar wel een zwarte bal. Oeh, animatie, please. Weer geen animatie. Nou, we zitten dus constant onder de 83 overal. Dit is Bertolacci van AC Milan. 80 overal. Ja, dat is niks. Dat is niks, jongens. We zullen er nog een paar doen vandaag. We gaan er nog een paar doen. Dan moet je deze zwarte balkant zien. Is ongelooflijk veel. En dan gaan we precies ertussen. Pakken we gewoon een gouden bal weer. Oh, dit is die Roberto van Barcelona. Krullenbolletje. Wel leuk talent wil ik zeggen. Maar ik zie nu dat hij 23 jaar is. Maar nu krijgen we eindelijk een zwarte bal. Dus animatie? Nee, weer geen animatie. Oh man, hoeveel ongeluk willen we hebben. Bonaventura van AC Milan. We krijgen eerst al die AC Milan 80, 81 overalletjes. Maar wie weet krijgen we nu iets beters. Animatie, please.
Ja, eindelijk weer een keer boven de 83 overal. Kunnen we misschien hoger? 85 overal, dan laat hij een bal zien zo met zijn hand. Nee, de bal die gaat zo naar beneden. Dus dat, het is Carvajal, nou dat is wel een hele goeie. Maar we willen echt die spelers die zo die bal zo omhoog doen. Want dat zijn de epische spelers. Weer een zwarte bal. Carvajal is trouwens een hele goede rechtsback. Animatie, please. Oh, ja, oh damn. Oh damn. Zag ik wie het was? Zag ik wie het was? Yo, het is Philip Lahm! 89 overal! Wat gek! Wat gek, Philip Lahm. Check dan al die stats daar. Met die lijntjes. Oh, 89 overal, Philip Lahm. Oké, dat wordt onze big catch van deze aflevering dan. Philip Lahm. Ah, oh, dat vind ik toch wel heel leuk spelen, Philip Lahm. Is goed verdedigend. Kan waarschijnlijk ook een verdedigende middenveld. Heeft hij ook wel een tijdje gespeeld. Weer een gouden balletje. Dus nog meer kans op een zwarte bal uiteindelijk. Dat gaat echt niet normaal. Zoals je ziet, steeds meer zwarte ballen. Minder gouden ballen. Maar weer een gouden bal. Oké, okay, I'm done. We moeten dit een andere keer verder doen. Want nu heb ik geen geluk meer. Ik zal weer wedstrijden spelen. Voor GP. Zodat ik weer genoeg pakketjes kan openen. Tot de volgende keer, guys. Doei doei.